deze aftellen maar voor je herstel. Dus geen puntaftrek, geen lockdown. Erik Ouwerkerk, nog één keer naar de linkerslief voor de prijsvereniging. En ik vind, dames en heren, dat we een paar mensen compliment mogen geven. Dat zijn diezelfde Erik Ouwerkerk natuurlijk, maar dat zijn ook de andere mensen. Kamal Chabrani, Wilco van Brechten, Mario Bargantier. De mensen die 82,5 kilogram. Dames en heren, we hebben de uitslag. Na een keiharde strijd van 5 rondes van 3 minuten, voor mij staan hier 2 kampioenen. En ik denk dat iedereen dat met de eens is. 2 mannen die keihard gestreden hebben voor wat ze waard zijn. We hebben naar de punten gekeken. Het verschil is niet zo heel groot. Maar de winnaar is geworden op punten. De man in de blauw. Gefeliciteerd. Je bent in mijn ogen altijd wel een goede punt geweest en daarmee ook een waarde van toe. Alleen afgelopen woensdag waren we de partij toegekregen. Net heeft een sleepslag van de overgelopen, dus het ook moet niet erbij lopen. Dus, en ik denk dat dit op zich een hele mooie partij zou zijn geworden voor een nieuwe gevecht van de Nederlandse kampioen over. Dus ik hoop dat we de toekomst deze partij opnieuw kunnen zien, ook weer voor deze titel. Want ik denk dat op één aan de andere een kampioen waard is. Dus met deze hoop op een rematch onder de normale omstandigheden. Dankjewel. En nogmaals, dames en heren, namens de promoters, van harte bedankt voor jullie komst hier naartoe. En hoop